Hey, we straat opbreken, zegt hem. En Noah, ben je blij dat je op een terrasje zit? Nee. Hoor, geluid van de slechte eigen. Hallo, welkom bij een nieuwe video. Zeg je? Hallo. Noah zit al klaar in de fietskar om te gaan fietsen. We gaan dadelijk even fietsen, maar waarom dat ik eigenlijk een video maak vandaag is vooral omdat jij straks moet gaan voetballen. Dus dan gaan we kijken hoe jij kan voetballen. Of wat jij daar moet doen. En hoeveel kilometer kan jij nog? Wat aan het kijken? 39. 39? Ik 30. Hey, we straat opbreken, zegt hem. Nu doorfietsen. Ik weet niet naar waar, we gaan zien. Nee. Nee. Oh, die kant. Die kant uit, zei Noah. En Noah zit daar nog in de kar. Dus we gaan zien waar we terechtkomen. Het was wel chic om te zien hoe ze die straat kunnen opbreken. Alsof dat gewoon karton was, of kurk. Of... Ah, jij zei kurk, hè? Dat is niet normaal. Hoe sterk dat zo'n machine toch is. Dag Noah. Dag. Ja, daar is picknicken. Waar gaan we picknicken? Niemand mag kiezen. Ah, mogen wij kiezen? Ja. En Noah, ben je blij dat je op een terrasje zit? Nee? Komt het? We gaan naar huis gaan. Wat scheelt het? Vind je het niet leuk hier? Waarom vind je niet leuk? Ah, omdat wij iets privé gezegd hebben. Dan ben je nu boos op mama. Ja, en op papa. Noah dorsten van het harde werk van het fietsen. Of in de kar te zitten. En naar de dingen te kijken, hè? De kranen. Niet? Ja. Vond je dat leuk? Zoals we op vakantie zijn. Lijkt dat hier zoals we op vakantie zijn? Ja, hier is papa's fiets en mama's fiets. Is hier? Nee, het is niet van ons. Jouw kar staat hier. Maar inderdaad, dat lijkt wel zo'n beetje op vakantie. Nu moeten we ons gaan klaarmaken om dadelijk naar de voetbaltraining te gaan van Noah. Het zal nog maar een kennismaking zijn, dus ik denk niet dat het zo zwaar gaat worden. Wij gaan vertrekken naar de voetbaltraining van Noah. Noah, ik ga jouw chique schoenen eens laten zien hier. Wauw! Hey, dat is chic, hè? Volledig tenue van de Rode Duivels. We zijn aangekomen aan het voetbalveld. Mama is er ook bij. Hallo. Want we willen niet missen dat Noah zijn eerste voetbaltraining gaat doen, hè? Vond je het leuk? Ja. Ik ga drinken. Kom je volgende week terug? Volgende week woensdag. Volgende week woensdag. En hoe laat? Dat gaat niet te zeggen. Oké, volgende week woensdag. En? Amai, dat ziet er weer goed uit, hè.
Iets met bolognese en iets met champignonnetjes. Oh, die gaan smaken. Zo, de pizza is op. Die was lekker. We hebben heel goed gegeten. En nu gaan we nog een kleine avondwandeling doen in het mooie zonnetje. Want we hebben dan nodig nog een beetje zon. En Noah, die wil met de fiets gaan. Die heeft nog altijd zijn voetbaltenu aan. Die wil hem niet uitdoen. IJsboog. Echt? Hoe heet? Juist. We gaan nog ver, hè? Juist gaat met die hoofd. Ja, zeker? Ja, want het is nog ver, hè? Ja, zeker. Hoe heet? Ik hoor iets, ja. Ik weet niet of dat de goeie is. Ik weet dat ook niet. Bij ons komen twee ijsboeren. Een goeie en een slechte. En Noah zegt dat nu de goeie komt, maar het geluidje is die van de slechte. En om dat te bewijzen, heb ik het opgenomen op de gsm. Want anders dan is het altijd discussie van is de goeie of de slechte die komt. En als de slechte die komt dus, dan moeten we niet wachten. Hè. Dit is... Dit geluidje. Dat is de goeie. En de slechte... Die klinkt helemaal anders en die rijdt nu rond. Ik heb echt al de slechte gehoord. De slechte gehoord, hè? En die was daar voorbij de lief. Hoor het geluid van de slechte ijsboer. We gaan de video afsluiten. Het was een leuke voetbaltraining voor Noah. Geen idee als hij dat leuk ging vinden, ja of nee. We hadden het ene keer gedaan. Maar blijkbaar vindt hij het toch leuk. En wil hij volgende week woensdag teruggaan. En zo gaan we deze video bij. Dank u voor het kijken en tot. Volgende keer. Bijna even goed als Noah.